Het deksel is op de doofpot gezet. De belastingbetaler mocht de volledige pot betalen en de gevolgen van voor de volksgezondheid, daar heeft niemand zich iets van aangetrokken. Niemand. 20 jaar lang. En die mensen moeten 20 jaar nadat duidelijk is dat PFOS zo vervuilend is, in de krant lezen op welke grond zij wonen, welke eieren zij eten, wat er zit in de groenten in hun tuin. Beste collega's, dit is een ei. Een vervuild ei van Zwijndrecht dat ik gisteren heb gekregen van iemand die in de buurt van 3M woont. Een ei vol smeerlapperij, zoals erop staat geschreven. Een ei, beste collega's, dat die mensen vandaag niet meer mogen opeten. Een ei dat ze niet meer mogen opeten, maar dat ze hadden opgegeten, dat ze aan hun kinderen hadden gegeven, als er niet een aantal dappere burgers in hun vrije tijd in bodemrapporten en in internationale studies waren beginnen graven. Geen enkele overheid heeft deze mensen beschermd tegen de eieren uit hun eigen tuin. Tegen de groenten uit hun eigen tuin. Tegen de grond uit hun eigen tuin. Als we een aantal studies moeten geloven, zelfs tegen de regen die uit de lucht valt. Geen enkele overheid heeft de afgelopen 20 jaar die mensen daartegen beschermd, ze gewaarschuwd, ze geïnformeerd. En in 2016 stellen jullie vast dat de gronden op en rond de 3M-fabriek in Zwijndrecht zeer zwaar vervuild zijn met PFOS. En op het moment dat je dat ziet, op het moment dat je die gegevens ziet en dat blijkt dat dat verder verspreid is dan dat men dacht, dan hadden er 3 zaken moeten gebeuren, beste collega's en beste ministers. Dan had ten eerste alle maatregelen genomen moeten worden om te zorgen dat die grond zo veilig mogelijk behandeld kon worden. Dan had ten tweede al het mogelijke moeten worden gedaan om te zorgen dat de vervuiler alle meerkosten tot de laatste cent zou betalen. En het zou ten derde onmiddellijk de mensen in de buurt op de hoogte moeten zijn gebracht en moeten zijn onderzocht of dit een impact heeft op hun gezondheid. Maar beste collega's, geen van die 3 dingen zijn gebeurd. Wat is er gebeurd? Het deksel is op de doofpot gezet. De belastingbetaler mocht de volledige pot betalen en de gevolgen voor de volksgezondheid, daar heeft niemand zich iets van aangetrokken. Niemand. 20 jaar lang. Op dit moment wordt het gezondheidsonderzoek beperkt tot een perimeter van 3 kilometer rond 3M. Terwijl op dit moment u al maatregelen heeft afgekondigd van een perimeter van 10 kilometer rond 3M. En dan lijkt het mij, meneer de minister, niet meer dan logisch van ook de perimeter voor het bloedonderzoek uit te breiden. Want het gaat niet enkel over lokale vervuiling, maar over vervuiling die veel verder draagt dan dat. Dat is punt 1. Punt 2, het is hier al gesproken over de arbeiders van de Oosterweelwerf, hoe dat zij beschermd worden. Ik denk dat het essentieel is dat ook zij getest worden. Ik denk dat het essentieel is dat we ook nagaan gedurende de werken, op dit moment, maar ook gedurende de rest van de werken, hebben die arbeiders die in die vervuilde grond staan te graven, hebben zij PFOS in hun bloed en hebben zij te veel PFOS, of hebben zij te veel PFOS in hun bloed. En tenslotte, meneer de minister, denk ik dat er iets is dat ongelooflijk belangrijk is. Dit dossier sleept 20 jaar aan. En wij hebben vandaag inderdaad heel veel vragen gehoord, heel weinig antwoorden en heel weinig mensen hebben nog vertrouwen in een aantal instellingen die er vandaag genoemd zijn. De meeste met een V in de naam. Ik denk, meneer de minister, dat het essentieel is dat die onderzoeken in alle onafhankelijkheid gebeuren. Los van de overheidsinstellingen die de afgelopen jaren mee een onderdeel van het probleem waren. Ik denk dat we de oplossing ergens anders moeten gaan zoeken in onafhankelijk onderzoek dat op geen enkele manier te maken heeft met die overheidsinstellingen, met 3M of Mellantis, om te zorgen dat we kunnen vertrouwen dat die resultaten correct zijn.